Oh, nou, gaat lekker hè? Ja, ik voel me niet zo lekker. Ik ben vandaag naar het ziekenhuis geweest. Vanavond. Dit ziet er wel echt op en top zielig uit. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag vrijdag en ik sta op punt om de deur uit te gaan om weer even te gaan sporten. En vandaag viert mijn broer zijn verjaardag, dus 3 maart. Hij was woensdag jarig. Ik heb hem het cadeautje al gegeven. Mocht je dat gemist hebben, kun je uiteraard de vlog van woensdag even terugkijken. Maar ja, heel veel zin in. Dus ik ga eerst even sporten. Om 3 uur begint zijn feestje, zeg maar. Dus ik denk dat ik rond die tijd ook ongeveer even ben. Ik loop gewoon in en uit. We wonen toch in hetzelfde appartementcomplex en dat is echt super ideaal. Want ik ga 's middags gewoon even en ik ga 's avonds gewoon even. En ja, dan zie ik iedereen weer. Mijn familie, bekenden, vrienden. Dus dat is heel leuk. En ja, ik ga nu even die shake maken en shit. En dan ga ik sporten. Nou, ik eet heel snel mijn haan. Ik heb niet echt tijd genomen om te ontbijten, dus eet ik dit maar. En dan ga ik nu heel even sporten. Yep. Let's do it! Ik heb me even omgekleed, want ik ga nu naar de verjaardag van mijn broer. En dit is mijn outfit. Mijn broek zakt af. Hop, die moet een stuk hoger. Oh, nou, gaat lekker hè. Oké, vest is van H&M. Shirtje is volgens mij van... Ik heb echt geen idee. Ik weet niet meer waarvan die komt. Durf ik niet te zeggen, vraagtekens. Broek is van Levi's en mijn schoenen zijn van Allstars. En daar is Pip. En die komt van Tres Bomops. Oké, goed verhaal. Ik heb Brave op mijn lippen van MAC. Ik wilde eigenlijk weer eens een keer een fel kleurtje. En toen deed Kenny hem weer op. En toen schrok ik echt. Toen dacht ik, nee... Niet meer echt mijn ding. Ik weet niet, maar dat past gewoon niet echt meer bij me. Dat is gewoon een fase geweest. En die fase is nu ook weer een beetje voorbij. Ik heb toen ik thuis kwam van sport heel veel geslapen. Maar ik voel me nog steeds echt gewoon heel belabberd. En gisteren dacht ik wel... zeg maar gisterochtend dacht ik van ja, ik hoef niet naar de huisarts. Want in principe gaat het wel wat beter qua hoesten en zo. Maar ik ben bang dat ik... Oh, beter wel even wat kunnen gaan. Ik heb nu ook weer gigantische hoofdpijn. En ja, ik voel me niet zo lekker. Maar goed, als het goed is, is mijn vader er nu. En nog meer familie en vrienden. Vanavond komt mijn moeder, dus dan ga ik er ook nog overheen. En ja, ik heb er zin in. Ik ga even naar Tom. Even kijken naar wie die allemaal trots zijn zwaard laat zien. Oh, dat klinkt trouwens wel heel fout, maar je snapt... Dat ik het Star Wars vaart bedoel, die ik hem heb gegeven, uiteraard. Oké, heel even een korte update. Want je kunt het waarschijnlijk wel aan mijn gezicht zien, maar het gaat niet zo heel lekker met me. Ik heb besloten dat ik de aankomende vandaag en het weekend samen ga voegen in één vlog. Dat betekent dat de aankomende dagen, de aankomende 2 dagen even geen vlogs online komen. Dit omdat ik... gewoon best wel ziek ben. Ik heb het een beetje onderschat. Ik ben vandaag naar het ziekenhuis geweest. Vanavond. Op het feestje van mijn broer merkte ik dat het gewoon helemaal niet goed met me ging. En toen heb ik heel veel contact gehad met de huisartsenpost. Toen moest ik daarheen komen. En toen ben ik onderzocht. Ja, wat eruit is gekomen is dat ik nog steeds longontsteking heb. Wat geen verrassing is voor me. Het feit dat ik geen rust heb genomen is gewoon heel erg stom van mezelf. Mocht je dit zien en denk je van, goh, ik voel me ook niet lekker of zo. Neem alsjeblieft geen voorbeeld aan hoe ik me de afgelopen dagen heb gedragen. Want ik ben gaan sporten wat absoluut niet slim was. Ik ben carnaval gaan vieren wat ik helemaal niet had moeten doen. Ik moet gewoon in bed liggen en uitzieken. En omdat ik dat dus nu ook echt wil gaan doen, heb ik die beslissing heel veel gemaakt voor nu. Ik heb extra medicijnen meegekregen naast de kuur. De antibiotica kuur die ik al neem, mocht je dat... gemist hebben. Dit is al de tweede kuur, omdat de eerste kuur niet aansloeg. De tweede kuur slaat dus ook niet dermate goed aan. Vandaar dat ik dus vandaag in het ziekenhuis ben geweest. Ik moet van de week heel even naar de huisarts, omdat er een foto... Ja, in ieder geval dat was het advies vanuit het ziekenhuis. Omdat er een foto moet worden gemaakt van mijn longen.
om te kijken hoe en wat. Ik hoop dat het na deze kuur wel beter met me gaat. Uiteraard hoop ik dat natuurlijk heel graag. Maar zoals je kan zien aan mijn gezicht zit ik er gewoon echt een beetje doorheen. Ik baal er gewoon echt heel erg van. Maar ik weet dat ik nu gewoon mijn grenzen aan moet geven. En dat ik dus heel even ja, een soort van afstand neem van het vloggen. Wat super stom is. Want ik ben me nu juist weer heel erg aan het focussen op die vlogs en zo. Maar ja, ik merk gewoon dat mijn lichaam even zegt. Nee Jill, dit werkt gewoon niet. Al helemaal niet in combinatie met sport. Echt dom dat ik dat heb gedaan. Maar ik wil dit gewoon zo graag. Het werkt gewoon niet. Dus ik ga de aankomende 2 dagen helemaal plat. En ik hoop dat jullie dat begrijpen. En als je dat niet begrijpt. I'm sorry about that. Maar ik ben ziek. En ik vind het heel moeilijk dit om te vertellen. Omdat ik weet dat ik gewoon. Dat er altijd zoveel kritiek komt als iemand ziek is. Omdat mensen dan zeggen van ja, je bent altijd ziek, zwak of misselijk. En dat is gewoon bullshit. Want ik ben gewoon niet vaak echt ziek. Tuurlijk, ik voel me wel eens niet lekker. Of ik ben wel eens misselijk. Of ik heb wel eens hoofdpijn. En ja, dat heb ik ook wel eens. Ik denk niet meer dan gemiddeld dan iemand anders. Alleen zeg ik het tegen de camera. En jullie waarschijnlijk alleen tegen een vriend of vriendin of een partner, et cetera. Om gewoon uit te leggen hoor, want het is geen aanval. Ik ben gewoon niet vaak ziek. De laatste keer dat ik echt ziek was, had ik ook een longontsteking. En toen lag ik echt 2 weken strak op bed. En daar zou ik nou eens een voorbeeld aan moeten nemen aan die Jill die wel gewoon goed ging uitzieken. Dus dat ga ik doen. Dus, en ja, jullie gaan nu beelden zien van morgen. Hi, nou, dit is zaterdag. Ik heb niet gevlogd vandaag. En dat vond ik eigenlijk wel heel fijn. Ik heb de hele dag op bed gelegen. Gewoon echt de hele dag. Ik heb geslapen. Ik heb wel geëdit. Want ik heb van de week bijna niks gedaan. Dus ik moest wel echt editen. Maar morgen moet ik heel veel video stukje opnemen. Voor de extra video. De videoclip met mijn broer. Morgen komt mijn moeder ook. Dus ik ga morgen mezelf wel even opmaken. Het enige wat ik vandaag heb gedaan met Milan. Is heel veel boodschappen gedaan. Maar ik was helemaal stuk. Op het moment dat ik daarvan terugkwam. Dus ik hoop dat ik me heel snel aansterk. En dat het weer beter met me gaat. En ik ga denk ik nu ook maar weer slapen. Nou, de update van vandaag. Nog steeds super kut. Ik heb vandaag wederom niks gedaan. Ik voel me nog steeds best wel slecht. Mijn moeder is vandaag wel even geweest. En dat was wel fijn. Ik heb nog steeds koorts. Duf, maar dat kan ook door de medicijnen komen. Maar ja, ik voel me gewoon nog steeds heel erg lamlendig. Dus morgen naar de huisarts. Mijn antibiotica kuur is namelijk voorbij. En dat is niet oké dat mijn kortstand nog niet weg is. Ja, en ik moet dus een longfoto laten maken op advies van het ziekenhuis. Dat ga ik morgen doen. Morgen ga ik wel gewoon weer de hele dag vloggen. Ook omdat ik morgen dus hoogstwaarschijnlijk over naar de huisarts moet. Dus er wel even uit ga. En ik hou jullie gewoon op de hoogte van dit proces. Nu ga ik deze beer van Milan gekregen in de magnetron doen. Even kijken. En die ga ik lekker op me leggen. Het is echt raar dat er zo'n beer in ons oven ligt. Dit ziet er wel echt op en top zielig uit. En dan kruip ik lekker mijn bed in. En dan is morgen weer een nieuwe dag. Dus ja, ik ben wel blij oprecht dat ik er even voor heb gekozen om 2 dagen of 3 dagen bij elkaar te voegen. Zodat ik geen druk heb gevoeld om een vlog te maken. Maar meer om even aan mijn herstel te werken. Ongeacht dat deze nog steeds niet helemaal in orde is. Ik weet ook niet waar aan het ligt. Ik hoop dat er misschien iets uit die CT-scan komt. Maar dat is allemaal afwachten. Dikke karma voordat ik vorige week carnaval ben gaan vieren, denk ik dan. En dat ik geen rust heb genomen. Vooral daar karma van. Dus mijn tip is, als je bij jouw longontsteking wordt geconstateerd, neem je rust. Je hebt het nodig. Ik wacht heel veel op mijn beer. En ik ga deze vlog afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor alle beterschapsberichtjes. En ja, ik zie jullie morgen weer. Of nee, als jullie deze vlog zien, zie ik jullie 2 dagen even niet. En dan zie ik jullie zondag om 3 uur met een extra video. Die komt wel gewoon. En anders maandag met een nieuwe vlog. Dus bedankt voor het kijken, welterusten en dan zie ik jullie dan. Doei doei! De beer is klaar. Jee. Lekkere, warme beer. Top.
ik kom vandaag niet terecht. Maar ook omdat mijn huisarts, zeg maar, die mij nu behandelt met die longontsteking en zo, die is er vandaag niet. Milan is nou eten aan het koken. Heel lekker en lief. Jouw specialiteit. Simpeler kan niet, toch?